Ik ga zo met mijn hondjes uit en dat ik daarna gewoon met bed ben gaan. Ja, dat is het eerste ding wat ik moet vlochten vervolgen. Nou ja, ik had een aangifte gedaan en daarvoor belde ze. Goedemiddag lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer maandag. Oh jee, hoeveelste? De 13e, een ongeluksgetal, maar het is gelukkig geen vrijdag. En ik geloof niet in dat soort onzin. Ik ben niet opgemaakt, nee. Ben ik momenteel ook niet toe in staat. Ik ben wat lamlendig. En ik wou eigenlijk mijn haar doen, maar of ik daar aan toe kon, weet ik ook niet. Ik ga zo met mijn hondjes uit en ik denk dat ik daarna gewoon mijn bed weer in ga. Ja, want... Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ja, jullie weten dus dat ik corona heb, maar ik ben niet echt ziek. Maar ik, dankzij meneertje Kandelof weer, die mij weer uit mijn slaap heeft gehouden, heb ik dus helaas moeten braken. Maar het was meer water dan wat anders. Maar ik ben wel steeds misselijk. Dus ik heb een emmertje bij me. Dus ja, we gaan gewoon door met de banaan, zou ik zo zeggen. En ik wens jullie natuurlijk een hele fijne dag verder. Genieten van wat jullie doen. Maar sta mij ook een beetje bij. Ik zou zeggen, tot later. En geniet van alles. Ja, goedenavond lieve vrienden. Ja, het is dus alweer avond. En hoe laat het is? Nou ja, het loopt tegen 8 uur. Want het weerbericht is bezig. En zometeen goede tijden, slechte tijden. Ik werd rond 7:30 werd ik wakker gebeld. Ik heb lekker te slapen. Dan hoop ik dat ik zometeen mijn broodje op kan eten en dat die erin blijft. Dan ben ik weer tevreden. Maar ik werd gebeld door slachtofferhulp. Ik zat eerst te denken, wat moet ik met slachtofferhulp? Maar ja, ik had een aangifte gedaan en daarvoor belde ze. En ze had nog ontzettend druk, want er waren nog zoveel meer. En ze had er al zoveel gehad en allemaal dezelfde aangifte. Kunnen ze niks voor doen? Nee, dat begrijp ik. Maar al te goed dat ze hun niks kunnen doen. En waarom juist hun er dan wordt op afgestuurd, weet ik niet. Laten ze die mensen inzetten bij mensen die echt al geweld al is gebruikt aan de deur of in huis slaan of wat dan ook, mishandelingen. Dat ze echt zulke soort dingen meemaken. Laten ze daar die mensen op afsturen. Ja, en zo dit grote gebeuren, daar kunnen hun 21 niet bij helpen. Dan moet het eerst daadwerkelijk gedaan worden. En dat is nog niet gebeurd. Moest er nog bij komen. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik wens jullie natuurlijk samen met mijn diertjes. Jullie vanavond heel veel plezier met hetgeen wat jullie doen. Ik probeer weer mijn kerstfilms te zien. Ik hoop dat het me lukken mag. Dat ik niet weer moe en beroerd word of wat dan ook. Maar dat merken we dan wel weer. Ik zou zeggen, geniet in ieder geval van alles met wat jullie doen. Maar probeer ook met mijn zieke Trien Holle mee te genieten en te liken en reacties te geven of wat dan ook. Ik zou zeggen, tot later. Doei!